Naar Buitenbeurs. We hebben dit jaar de belofte voor de bezoeker dat het leukste RD zomerevenement is. Dus het is een buitenfair hier op landgoed De Schaffelaar in Barneveld. En met name bedoeld voor mensen van de EMG achterban. Dus lezers van Reventorisch Dagblad, lezers van Ter Degen. Er is veel te beleven voor jong en oud. Belangrijkste reden voor de bezoekers blijkt keer op keer, dat is een leuk dagje weg. In een gezellige, ontspannen sfeer. Kinderen worden bezig gehouden, dat kan je hier ook zien in de gracht. Kinderen vermaken zich. Moeders is vaak lekker aan het shoppen. Vader is ook meegekomen en die vermaakt zich hier ook. Dus het is belangrijkste reden een gezellig dagje weg. Ja, de eerste dag is altijd spannend, want dat is de aftrap. Hoe gaat het? Dus als er dan wat misgaat, ontmoeten we dat vaak de eerste dag. Tot nog toe gaat het heel goed. Heeft ook heel veel met weer te maken. Voorgaande edities was het veld nat toen wij hier kwamen. Dus dan heb je gelijk al herstelwerkzaamheden. Dat was deze keer niet. Dus die is een goede start gemaakt. En het is nu ook lekker druk. Kun je ook iets zeggen over de standhouders? Welke stands treffen de mensen hier aan? Het is veelzijdig. Het zijn met name standhouders die ook binding hebben met de gereformeerde gezindte. Veel al ook adverteerders van Reventorisch Dagblad en of Ter Degen. Dus het is ook wel specifiek gericht op deze doelgroep. Van alle markten is er wat. Naar verhouding is er veel kleding. En natuurlijk ook wel gericht op de vrouwelijke bezoeker. Maar er is van alles. Het is een grote variëteit in stands. Ik vind het heel belangrijk mensen te ontmoeten. Die gesprekken met hun. En ook de belangstelling die ze hebben voor de producten is heel belangrijk. Het is natuurlijk en gezellig, maar het is ook een stuk educatieve ontmoetingen die je hebt. Je probeert toch de mensen iets mee te geven. Maar ze later, als ze thuis zijn en ze gaan zo'n boek lezen of ze horen zo'n luisterboek, daadwerkelijk wat aan hebben. Kunt u er ook voorbeelden van geven? Ja, we hebben dus de Schipperserie uitgegeven. Het is natuurlijk al onbekend dat er 47 delen bij ons verschenen zijn. En dat er zoveel belangstelling voor is, dat heeft me echt verbaasd. Nu kwam in het nieuws pas dat de wegwijsbeurs niet doorgaat. Ja. Wat is de toekomst van de naar buitenbeurs? Ja, is voor ons ook spannend. We gaan dat volgen. Iedere beurs volgen we altijd. Je hebt bij een beurs twee type klanten. Dat zijn de bezoekers en de standhouders. In de eerste plaats heb je standhouders nodig om een beurs neer te zetten. Dit jaar hadden wij best veel moeite om de standhouders bij elkaar te krijgen. We hebben er nu 170. Heeft veel inspanning gekost. Dat in de eerste plaats. Daarnaast zijn de standhouders weer afhankelijk van doe ik hier wel of niet goede zaken. Standhouders zijn vaak hele pragmatische mensen. Ik wil best in investeren, maar aan het eind van de rit moet ik wat verdiend hebben. En anders zie je mij niet meer. Dus dat is één klantengroep. Andere klantengroepen zijn natuurlijk de bezoekers. Aantal is bepalend. Nou, uit de afgelopen jaren zitten wij in een bandbreedte tussen de 17.500 en de 23.500. Sterk afhankelijk van het weer. Dus aantal is bepalend, maar ook wat vindt de bezoeker hiervan? Nou, dat na afloop van deze beurs zullen we ook weer opnieuw gaan evalueren. Wat zijn de uitkomsten hiervan? En is dit wel of niet voor herhaling vatbaar? Wat vindt u van de beurs? Ja, het is een prachtige gelegenheid op een heel mooi moment in het jaar, gewoon in de zomer. Prachtig weer zoals vandaag ook. En wat mij opvalt, als RD-lezer overigens, maar wat mij opvalt is de rust die er heerst, ondanks dat er veel mensen zijn.
Ja, en verder ook de kraampjes. Ik vind het ontzettend leuk, de brokante kramen. Maar ook dingen zoals kunstgras en maaimachines naast elkaar. Hoe combineer je het, hè? Want je koopt of het een of het ander, hè? Maar gewoon de artikelen die er zijn. Ik van ja, daar ga je niet apart van naar de winkel. Maar als je hier bent, kijk je er wel naar. Wat vond u van de naar buitenburg tot nu toe? Ja, prachtig. Prachtig. Mooie kraam, mooi opgezet. Ja, ik had hier, ik ben hier nog nooit geweest. En, ja, ik vond het prachtig. En waarom bent u er naar de beurs gekomen? Nou, het is een schoenenwinkel bij ons uit Genemuid. Die staat hier ook. En die mevrouw die zei van, nou, die had zo'n poster voor de ramen. En toen zei ze, dat is heel leuk. Nou, ik denk, ik ga altijd even kijken. Ja. En het is niet tegengevallen? Nee, tot nu toe niet. Nee. En wat mij opvalt is in ieder geval nog twee dingen. En dat is gewoon de manier waarop mensen gekleed zijn. Keurig, netjes gekleed. En heel veel kinderen en jongelui. Geweldig. Ja, geweldig. Het is een leuke beurs. Het is in de regio. Ik sta hier met onderhalds Vierlijke Tuinen en binnenbestrating. Oh. Binnenbestrating, dat zijn steenstrips. Je hebt, verschillende soorten, ik heb hier verschillende soorten liggen, hangen. Binnenbestrating, dat zijn steenstrips van echte stenen, echte gebakken stenen. Die zijn zagen om een centimeter. We kunnen ze dikker maken, ook dunner. Die lijmen op een betonnen vloer met vloerverwarming. En met een voeg. We kunnen het invoegen met verschillende kleuren. Maar de lichte voeg die wordt het meest gebruikt, omdat je dus de stenen, dus de voeg, mag juist wat eruit verspringen, dat je dus goed ziet dat het stenen zijn. En dan de impregneren de bestrating ook nog, tegen vetvlekken met het koken. En de binnenbestrating kunnen we ook doorleggen naar buiten toe, dat je dezelfde look binnen en buiten hebt. Nu gaat de wegwijsbeurs niet door volgend jaar. Hoe zou je dat vinden als ook met naar buiten dat gebeurt? Ik denk dat het geen goede zaak zou zijn. FD heeft bewezen dat ze een heel professionele beurs kunnen neerzetten. Met de toegevoegde waarde die toch de andere beurzen niet in beeld zijn. Het is alleen maar kopen en eten, verder niet. Maar verder worden ook allerlei activiteiten ontplooid om de jeugd aan te spreken. En verder de opzet is ook gewoon vrij luxe en divers. Kijk, je kan kiezen of je gaat in de tent staan of je gaat in de kraam staan. Dus voor elk wat wils. En wat dat betreft doen we dit al jaren. De afgelopen 2 jaar konden we niet wegens vakantie. Maar dit jaar zijn we blij dat het toch weer zo geregeld is dat we wel konden. Hoe zou je het vinden als de naar buitenbeurs stopt, net zoals de wegwijsbeurs? Dat zou ik gewoon bijzonder jammer vinden. En dat komt omdat ik vind het een mooie beurs. Ja, inderdaad met je eigen achterban. En het is altijd gezellig. Je voelt de vakantiesfeer. Je voelt een rustige sfeer. Iedereen heeft tijd. Iedereen is gezellig. En dat zou ik echt bijzonder jammer vinden. Ik zou het echt bijzonder jammer vinden als het ophoudt. Hoe kijk je nu uit naar de rest van de beurs? Verwacht je dat het een succes wordt? Wat verwacht je ervan? Ja, ik kom weer terug op de weersvoorspelling. Dat is toch erg afhankelijk. De voorspellingen zijn goed. Zo af en toe een buitje is helemaal niet erg. Dus in die zin zijn de verwachtingen hoog gespannen. Zo'n eerste dag is ook altijd belangrijk. We hebben een goede dag, wat ik nu zie. Veel bezoekers, ook goede sfeer. Onder bezoekers en onder standhouders. Dus ik ben hoopvol gestemd. Maar aan het eind van de rit maken we de balans op. Oké, bedankt, Kees. Okay.